een rijk land. Maar de Surinamers weten nog iets zeker. Hun regering deugt meestal niet. Klagen daarover is zo oud als de republiek zelf. Want hoe kan het dat het rijke Suriname zo arm is? Paramaribo, 30 jaar geleden. De hoofdstad brandt als protest tegen de onafhankelijkheid die steeds dichterbij komt. Het zijn vooral de Hindoestanen die er niets van willen weten. Maar de leider van de Creolen, Henk Arron, zet door. Het kabinet Arron houdt zijn woord 25 november onafhankelijk. Ja! Het is het begin van de grote uittocht. Een derde van de Surinamers houdt het voor gezien en vertrekt naar het moederland. Het kabinet Den Uyl aarzelt geen moment om Arron zijn zin te geven. En het mocht wat kosten. Suriname krijgt een premie van 3,5 miljard gulden. Een spontaan volksfeest barst los. En op de eretribune omhelzen premier Arron en oppositieleider Lajmon elkaar langdurig. Prinses Beatrix, die in de eerste roes wat op de achtergrond is geraakt, wordt door minister Van Genderen en de gouverneur later naar voren gehaald en deelt in de hulde die het volle stadion aan Surinames politieke leiders brengt. Het is een en al vrolijkheid op die 25e november. Maar de Hindoestaanse leider Lajmon ziet het somber in. Goede hoop heb ik dat wij een goede toekomst tegemoet kunnen gaan, mits de machtshebber inderdaad met waarachtige bedoeling het land zouden willen besturen en niet naar de macht zouden willen grijpen zoals veelal in de Zuid-Amerikaanse landen gebeurt. 5 jaar later is de dictatuur een feit. De werkloosheid is hoog, de regering wordt beschuldigd van corruptie, economisch is het een chaos. De militairen mogen geen eigen vakbond oprichten en grijpen de macht. Ze krijgen het voordeel van de twijfel. Ook van Nederland. Serendang Savini was getekend het militair gezag die Boterse R. Harp. Voor de mensen die in de afgelopen dagen twijfelden wie de leiders zijn van de revolutie, hebben wij deze geruststelling. Geen paniek, er is niets aan de hand. Goedenavond. Het leger brengt weinig tot stand en de kritiek neemt toe. De definitieve ontnuchtering komt op 8 december 1982, wanneer in Fort Zeelandia 15 prominente Surinamers, alle critici van het regime, worden vermoord. Nederland bevriest de ontwikkelingshulp. Een guerrilla-legertje onder leiding van Ronnie Brunswijk neemt in het binnenland de wapens op. Meer mensenrechten schendingen zijn het gevolg. Het leger van Boutersen richt een bloedbad aan in het dorp Moiwana. ...39 burgers, vrouwen en kinderen worden afgeslacht. Verkiezingen komen er weer in 1991. De man met de schone handen, de onkreukbare Ronald Venetiaan... ...wordt president namens het Nieuw Front. Een samenwerkingsverband van de grootste partijen uit de oude politiek. Ook Venetiaan slaagt er niet in de verarming van Suriname te stoppen. De voorspoed waar de Surinamers van dromen blijft uit. De relatie met Nederland is er een met veel gevoeligheden. Venetiaan vindt dat Nederland bevoogdend optreedt. En Nederland verwijt Suriname zwak bestuur. Uitverkoren om ons te leiden, dames en heren. De Nationaal Democratische Partij van Desi Bouterse wordt sterker en sterker. De leider! Zijn partij krijgt regeermacht in 1996. Bouterse, in Nederland veroordeeld wegens drugshandel, schuift Jules Weidenbos naar voren als presidentskandidaat. In plaats van de beloofde ommekeer komt er ruzie van. Ronald Venetiaan is deze zomer begonnen aan zijn derde ambtstermijn. De bevolking kan alleen maar hopen op weer een nieuw begin. Door een muur of door kleding heen kijken.